En toen ik gevraagd werd om een remix te doen van het Anthem, was ik eigenlijk nog met mijn eigen album bezig. De laatste weken was ik toen nog alles aan het afronden. Best wel wat druk en wat spanning eigenlijk, om het toch allemaal tot een mooi einde te brengen. Ik heb niet heel lang getwijfeld, want ik vond het origineel heel vet. Great job, the tweakers. Er zaten heel veel elementen in die ik ook vet vond en waar ik zeker iets mee kon. Dus ja, ik heb gewoon gezegd, doe het gewoon, kan er nog wel bij, zeg maar. En ik ben ook heel blij dat ik die uiteindelijk nog op mijn album heb kunnen zetten, want dan is het album toch echt mijn recente werk. En dat is ook echt zeker een bijdrage geweest, in mijn opinie, aan het album. Dus ja, ik ben heel blij dat ik hem mocht remixen en ik ben echt tevreden hoe die uiteindelijk geworden is. Produceren of draaien? Hele moeilijke vraag, een hele vervelende vraag ook. Ik denk als ik moet kiezen, wordt toch producer. Ik ben met producer ook begonnen. Ik heb voor Harddriver nog wat andere dingen gedaan, maar dat weet niemand. Niemand weet wie ik daarvoor was. Ja, producer is toch mijn alles, zeg maar. Ik ben gewoon 5 dagen in de week zit ik hier muziek te maken. Altijd in mijn hoofd, altijd mee bezig. Altijd YouTube tutorials, constant. Draaien is heel vet. Vind ik heel vet om te doen ook. Uiteindelijk zie je toch wat je hier maakt, het resultaat dat eruit komt. En, maar toch, producer is, ja, als ik één moet kiezen, wordt toch producer, denk ik. Producer kun je ook een langere tijd doen, denk ik. Er zijn niet heel veel opa's die te draaien, dus ja, producer dan voor mij. Wat verwacht ik van Bassleader? Qua feest, het gaat vet worden, dat weet ik nu al. Locatie is vet, line-up is vet. Vet concept met die elementen vind ik heel leuk bedacht. Qua set sta ik met Satox, dus dat wordt ook leuk. Daar heb ik een goede klik mee. We hebben samen een plaat gemaakt, Stand My Ground. Die gaan we zeker draaien. Ik heb net mijn album uit. Zijn album komt kort na Bassleader uit, wat ik goed heb. Eind november. En, dus kortom, heel veel nieuwe muziek. Veel te veel muziek eigenlijk om anders te kunnen draaien. Maar goed, daar hebben we veel keus. Dus wat leuk, heel veel zin in. Yo guys, dit is Harddriver. 1 november sta ik samen met Satox op Bassleader. Sportpaleis Antwerpen. Koop je kaartjes, zorg dat je erbij bent. Kom je niet, jammer voor jou, maar dan mis jij een fucking dikke party. Zie jullie daar. The fusion of 5 elements was the key to unlock its power. Bassleader. Five styles. One mega arena. Saturday, the 1st of November, Sports Palace, Antwerp. For more info, check bassleader.be.